Basisschool De Borgwal is voor de zesde keer op rij excellente school geworden. Wederom voor een periode van 3 jaar. Vanochtend vond door de jury van Excellente School de uitreiking van het predicaat plaats. Groot feest op Daltonschool De Borgwal. Na de uitreiking spraken we met wethouder Witjes van Onderwijs en Lily Kampers, directeur van De Borgwal. Aan de wethouder vroegen wij hoe bijzonder dit predicaat is voor de gemeente Lingewaard. Ontzettend bijzonder. Het is al voor de derde keer dat deze school, de excellente school, is echt ontzettend trots. En die trotsheid, wat gaat de gemeente Lingewaard daar nog mee doen? Nou, ik heb ze vandaag natuurlijk in het zonnetje gezet en vooral aandacht gevraagd voor de leerkrachten. Het team, die al voor de derde keer, dus zoveel jaar op rij, deze excellente schoolpredicaat wint. Ik vind het werkelijk geweldig. En ik hoop ook, dat is natuurlijk het vervolg, dat ze die kennis ook uitbreiden naar andere scholen. Dat andere scholen er ook gebruik van kunnen maken. Hoe kunnen we nog meer excellente scholen hier in Lingewaard krijgen? Ja, want dat was mijn vraag. Er zijn 22 scholen in Nederland die excellente scholen zijn, basisscholen dan. Eentje in Lingewaard. Hoe gaat dat in de praktijk straks werken richting die andere scholen om die kennis over te dragen? Nou, daar wil ik graag met de school ook over praten. En ook met de leerlingen van hoe kunnen we die kennis dan echt overdragen. En natuurlijk is iedere school weer anders. Hè? Dus je kunt nooit allemaal een excellente school worden. Hoeft ook niet. Maar je kunt hier wel van leren. Wat hebben de scholen dan in Lingewaard de afgelopen jaren daarin meegedaan? Volgens mij is het de enige school die echt meegedaan heeft aan een excellente schoolcampagne. Maar het vergt ook best wel wat werk. Hè? Je moet heel veel dingen aanleveren, heel veel dingen doen. En daar moet je ook een school voor kiezen. Er zullen ook scholen zijn die het bewust niet doen. Dat kan. Als ze maar iedere keer de kwaliteit van het onderwijs centraal hebben staan en de zorg voor de kinderen. Dat is belangrijk. Nu kijk ik ook hier naar De Borgwal, het gebouw. Er is ook geld beschikbaar in Lingewaard voor de renovatie van scholen. In hoeverre gaat er hier ook naar De Borgwal geld? Als ik zie, er staan noodgebouwen buiten. Ze zijn excellente school. In hoeverre gaat er ook geld naar De Borgwal bijvoorbeeld voor renovatie? We hebben nou een plan gemaakt voor alle onderwijsgebouwen voor de aankomende 20 jaar. En is verdeeld welk gebouw welke jaren aan de bod komt. En volgens mij komt De Borgwal tussen 5 en 10 jaar aan de beurt om het helemaal te vernieuwen. En in de tussentijd gaat natuurlijk de Lingen, waar De Borgwal onder valt, kijken of het in ieder geval onderhoud zo goed mogelijk plaatsvindt. Dus ze komen sowieso aan de beurt. Dus het balletje ligt dan ook bij het bestuur van de Lingen in dit geval? Beide, daar trekken we ook samen mee op. De gemeente is voor de nieuwbouw, dat vak pakken wij op een renovatie. En in de tussentijd, zodat het onderhoud goed is en dat er voldoende meubilair is, goed meubilair, dat is aan de Lingen. En dat moeten we samen mee optrekken. Lily Kampers, directeur van De Borgwal. Jullie hebben zojuist het predicaat Excellente School gekregen. We hoorden in de toespraken al iedereen roepen, hoe gaaf is dat? Hoe gaaf is het? Geweldig, ja, top. We hebben het na elke keer alweer toch weer gewonnen. Hè? We hebben er hard voor gewerkt. En het is juist omdat we al die jaren achter elkaar weer hebben het predicaat hebben gekregen. Het is gewoon een feestje. Ja. Ja. Als je nou kijkt naar het juryrapport, wat zijn nou de highlights die daar naar voren komen waarom jullie excellente school zijn? We zijn vooral omdat we weektaken individueel op kinderen hebben. Dat wil zeggen dat wij echt naar elk kind kijken om hun weekprogramma op hun afgestemd te krijgen. En daar heb je zoveel voor nodig. Je hebt een analyse nodig van je toetsen. Je hebt een analyse nodig van gewoon de werkhouding van kinderen. En dat alles, dat maakt dat je samen tot een eigen weektaak komt. Nu is het ook wel uniek, hè? Vanaf 2014 ben je excellente school. Dat is best wel een aantal jaartjes op rij. Nu zeggen ze inderdaad altijd, excellente school worden is één. Maar blijven is iets anders. Ja, inderdaad. Want je moet, je bent het op een gegeven moment. Maar om dan de inzet bij je team en alles te behouden. En ze willen bij excellente scholen, jury, willen ze ook hebben dat je kijkt naar wat je in de toekomst. Is het wel toekomstbestendig? Ben je wel bezig met de toekomst? Wat ga je kinderen nog meer bieden? Hoe wil je je excellentieprofiel op peil houden? Dus dat moet je wel allemaal meenemen. Die had ik ook met Helga Witjes, de wethouder, over. Van, hoe ga je dit nou verder in Lingewaard met andere scholen zeg maar, uitbaten, zodat zij ook hiervan kunnen profiteren? Gaat dat ook gebeuren? Nou ja, we zijn natuurlijk een stichting, dus daar hebben we ook altijd al dat we dingen uitwisselen. Waarom halen we dit? Wat zit er in ons concept wat dan zo excellent is? En waar profiteren de kinderen dan zo van? Maar
scholen zijn ook altijd welkom om te komen kijken en om een rondleiding te krijgen. Misschien moeten we dat nog verder uitbreiden, zo van kom binnen, maar dat is wel, maar misschien is het nog niet zo bekend genoeg. Dus hierbij worden ze uitgenodigd? Ja, zeker. Ja, kom kijken. Ja, graag. Ik zou zeggen, laat het koffertje nog één keer zien met het juryrapport. Nou, dit is het koffertje. En het juryrapport, ja, we zijn er trots op. Vanmiddag nog een feestje? Zeker, met alle kinderen. Net lekker kinderchampagne natuurlijk in de klasse. En met het team gaan we het ook zeker nog vieren.